Het is een ideologische keuze voor mij geweest. Ik ben er ook in opgegroeid. Mijn vader is omgeschakeld naar de biologische teelt in 1990. Dus het bedrijf is inmiddels 30 jaar biologisch. Dus ik ben erin opgegroeid. Ik zou het ook niet anders willen. Hè. Je ziet mij, ik ga echt niet met zo'n spuitkar over het land rijden. Ik denk ook dat het ongezond is voor jezelf om daarmee rond te rijden. En ik denk ook dat het je gewas zeker niet gezonder maakt. Ik ben Chris Pijn van der Dries, biologisch dynamisch boer in de Noordoostpolder. En ik produceer bloemkool, aardappels, regenboogwortels, pastinaak, knolselderij, aardperen. Nou, dat was het wel, denk ik. Dit bedrijf is ooit begonnen na de inpoldering. Mijn opa was een van de pioniers. En hij heeft dit akkerbouwbedrijf toegewezen gekregen, dus hij is de eerste generatie. Ja, mijn vader heeft het op een gegeven moment overgenomen en ik ben de derde generatie. Ja, het maakt mij wel trots dat ik boer ben, inderdaad. Niet per se welke generatie, maar ik ben in ieder geval wel trots dat ik boer ben. Ja, pionieren, dat is het DNA van Flevoland. Ja, het grootste probleem van de huidige voedselproductie is volgens mij dat wij als boeren te weinig rekening houden met de natuur en de biodiversiteit. Ik draag bij aan de oplossing door ten eerste biologisch dynamisch te produceren en rekening te houden met de biodiversiteit. Ja, middels akkerranden, voedingsgewassen voor insecten en vogels. Maar ook door de bodem minimaal te bewerken en te bereiden. Ik zie de toekomst positief in, maar er moeten wel een hoop dingen veranderen. Voedsel is niet zeg maar aanzienlijk in de prijs gestegen, tenminste niet wat de boer krijgt. Laat ik het daar maar even op houden. Die tendens die daaruit voortvloeit is grootschalige landbouw. Hè? Dus boeren worden steeds groter om die kosten over een groter areaal te kunnen verspreiden. Maar de boer op zich, ja, die wordt daar niet veel beter van. Die is niet meer gaan verdienen of zo. Zeker niet, misschien eerder minder. Ja, dus wat moet er dan veranderen? Mensen moeten meer gaan betalen voor hun voedsel. Ja. Het is leuk om boer te zijn omdat ik iets wezenlijks bijdraag aan de wereld. En dat maakt het mooi, hè? De combinatie tussen ondernemerschap, vernieuwing daarin en iets wezenlijks bijdragen. Dat is de ideale combinatie voor mij.